De Frieslandbank kiest voor samengaan met Rabobank. Dat werd maandagmorgen door de beide directies bekendgemaakt. De raad van bestuur van de Frieslandbank heeft vastgesteld dat zelfstandig voortbestaan niet langer verantwoord is. De 300.000 klanten van de Frieslandbank gaan de komende 2 jaar over naar de Rabobank-vestigingen in hun regio. De bijna 1000 personeelsleden kunnen in ieder geval nog 2 jaar blijven en daarna zijn er nog heel veel medewerkers nodig om die extra klanten te bedienen. Tijdens een persconferentie gaven de bestuursvoorzitters van beide banken een toelichting op deze opzienbarende fusie. Ik ben verdrietig om het feit dat we na bijna 100 jaar onze fiere en ongekoesterde zelfstandigheid moeten opgeven. Eind 2010 hebben we als bank vastgesteld dat 2011 het jaar van de waarheid zou worden. Hoe heel anders dan verwacht is het onze bank en de markt in 2011 vergaan. De crisis verdiepte zich, duurt veel langer dan iedereen voorzag en er is nog steeds geen zicht op een snel economisch herstel. De crisis heeft met name de financiële sector hard geraakt en ook onze grotere zakelijke klanten ondervinden de nodige tegenslagen die voor onze bank zullen resulteren in ongebruikelijk hoge voorzieningen op onze debiteure portefeuille in het jaar 2011. We moeten bovendien meer dan een derde van de waarde van onze omvangrijke belegging in Van Lanschot afschrijven. Maar om het met de Elfstedentocht-metafoor te zeggen, de dikte van ons financiële ijs is gewoon niet genoeg meer om verantwoord met 300.000 tevreden klanten en 1000 trouwe medewerkers over verder te schaatsen. De economische weersvooruitzichten geven onvoldoende vertrouwen in een zodanige groei van onze financiële ijsdikte dat die binnenkort wel weer sterk genoeg is en ook blijft. Wollen is kinnen. Moret Kinnet, althans niet langer op eigen kracht. Daarom schaatsen onze klanten en medewerkers vanaf vandaag 4 verder op de zeer betrouwbare en duurzame financiële ijsvloer van de Rabobank.